Ik viel mij op, ik wil met de dag knappen. Ik wil met de dag knappen. Daarom, ik heb nou wel zin in morgen. Ja, dat, zo ben ik al een keer begonnen. Ik heb al een keer een mop verteld. Maar een mop improviseren lukt nooit, hè? Dat weet je. Ik hoorde de laatste al... Oh ja, misschien kan wel. Nee, die kan niet op de camera trouwens. We gaan vanavond lachen, gieren en brullen. Het gaat echt serieus over 1 minuut beginnen. Ik heb Tineke Schouten al stiekem een beetje achterom lopen. Want volgens mij komt ze ergens... Somewhere between the crowd komt ze op. Super spannend. Na Tineke hebben we ook nog 4 jongens van Comedy Train. Ook super leuk. Dus ja, gezellige avond voor de boeg. De eerste die ik ga aankondigen is de koningin van de typetjes. Graag uw aandacht voor Tineke Schouten. Ja, hier al. Kleine guppenkappies, dakhaasjes, allemaal hoor. Het is feestweek. En Beppie is er ook bij gelukkig. Hou maar even op met de muziek allemaal. Breid er maar een eind aan. Zo is dat. Goeiedag. Wie heb je hier? Nee, ik heb je niet tenminste. Ik heb je Tineke Schouten. Zo. Tineke. Heeft u er zin in? Tineke Schout, ik heb er hartstikke veel zin in. Ik vind het leuk. Het voelt heel gelijk heel gemoedelijk, weet je. Ik ben het natuurlijk niet gewend om echt op grote pleinen te staan. Het is altijd een schouwburg. Mm-hmm. En dat al 36 jaar lang. 4 avonden of 5 avonden in de week. Maar dit vind ik gewoon eens een leuk uitstapje. Mijn muzikanten vinden het ook leuk. En we hadden een iets te lange zomerstop. Dus laten we dit deze eens doen. Deze komt goed uit. Ja, deze komt goed uit voor iedereen. Vinden we leuk. Ik zal nog vertellen. Ik weet dat ik van u ooit een dvd van mijn ouders heb gehad. Ik ben ondertussen 36. En ik was volgens mij toen... Dank u wel. Nou, dat, ik heb precies 36 jaar die steek ik weer in mijn zak. Ja. Steek in mijn zak. Ja. Nee, en volgens mij was jong dat... Gastje. Klopt dat? 25 jaar Tineke? Kan dat een dvd? Toen al? Ja. Dan moet je wel even denken hoor. Dat moet 15 jaar geleden zijn of zo. Dat zou hartstikke goed kunnen. Ik hoop dat het helemaal goed komt, maar ik ga er wel vanuit. Ja. Als je het zo lang al doet, dan moet het wel goed komen. Komt goed. Ik heb er zin in. Hartstikke bedankt. Ja. En een diepe buiging voor alle vrijwilligers, hè? Er zijn er heel wat, hè? Oh ja, die zijn er. Ja, zonder hun is het niks, allemaal vrolijke mensen. Allemaal vrolijke mensen, absoluut. Ja. Goed. Tineke, hartstikke bedankt. Ben goed ontvangen, dankjewel. Hey, hoi hoi, die zit erop. Ik zei het laatst ook tegen mijn mama. Ik zei, wanneer krijg ik deze keer ontbijt op bed? Ze zei, 10, dan moet je in de keuken slapen. Dus, zoveel dingen. Mensen denken dat ik op dieet ben, weet je wel. Of ik calorieën verbrand. Nou ja, ik dat eigenlijk ook niet. Toevallig dan, nou ja, in korte tijd heb ik van de week 500 calorieën verbrand. Ja, in korte tijd. Mijn pizza stond te lang in de oven. Dus dan weet je het wel. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Bedankt voor jullie komst en van mij graag voor je herhaling van mij. Dankjewel. Hoe gaat het? Nice, het is zo leuk jongen om op mijn verjaardag op te mogen treden op de Woerdense vakantieweek. Ik had serieus geen enkel ander cadeau willen hebben dan vanavond in Woerden zijn. Nee, tuurlijk wel. Woerdense vakantieweek is toch fantastisch? Hoe vond je het? Ja, ik vond het heel leuk. Dit was de eerste keer, dus ik moest helemaal wennen aan superveel mensen. Het zijn er echt veel, hè? Ja, het zijn er heel veel. Ja, meestal als ik in theater sta, dan zit er 700, 800 man of zo. En dat zit er nu keer 3, geloof ik. Ja, ik denk 1500. Ja, dat was leuk. Nee, het was heel tof. Ja, en iedereen is super aandachtig. Ik dacht, het is open lucht. Het miezet ook een beetje. Dus ik zag mensen wel zo poncho's al zo over hun hoofd. Maar volgens mij vond iedereen het tof. En ik was ook heel blij. Ja. Dat is mooi. Ja. Top. Ja, vond je het ook leuk? Als ik denk aan vakantie, dan denk ik de Eiffeltoren in Parijs. Of La Sagrada Familia in Barcelona. Ik denk niet aan de drijvende Woerdy. Dat is niks, maar nu sta ik hier op een podium voor 2500 man mag ik optreden. Ik ben gewoon een fucking rockster geworden in mijn leven, jongen. Holy fuck. Kijk, dan ze hebben dranghekken zo neergezet voor de eerste rij. Zodat de eerste rij niet het podium opklimt. Nou, ik zit zo eens naar de eerste rij te kijken. Ik denk dat het ook prima zonder dranghekken had gekund. Ik zei dat de comedy night voorbij is. Je ziet achter mij dat zelfs de mensen gewoon ons helpen opruimen. Dat is heel fijn. We hebben keihard
verwacht. Comedy Train was super leuk. Tineke Schouten echt petje af van deze mevrouw. Het was onwijs gezellig. En morgen zijn we er weer. Mega Kids Show. Fresh en Guus. Dat ziet er echt heel charmant uit. Ja, ja. Dat vind ik ook heel soepeltjes. Is dit nou het leukste van de vrijwilligers zijn? Als ze allemaal goed meewerken, tuurlijk. Altijd gezellig. Mooi is natuurlijk als we klaar zijn. Wat? Ja, wat? Als we klaar zijn. Ik zou eigenlijk moeten helpen, Bart. Hoezo? Helpen. Eén stoel. Eén stoelen. Ik heb geholpen.